Hallo, leuk dat je kijkt naar TTM TV, naar een nieuwe vlog. Het is ook een nieuwe dag en ik ga een mooie rit maken. Ik ga namelijk rijden met deze DAF XD distributietruck. Ja, rijden met de DAF XD, de International Truck of the Year 2023, weet je nog. We rijden deze truck op onze eigen route, onze eigen distributieroute. Gewoon in Nederland, vertrokken uit Arnhem en we zijn lekker onderweg, op weg naar Ede en Wageningen, lekker binnendoor. Ik ga even een rotonde overheen, heb ik even mijn aandacht bij nodig. Ja, de DAF XD heb ik natuurlijk al veel vaker gereden. Ik zit ook zelf achter de stuur nu. Je ziet Niek van DAF, die is mee vandaag. En als het een echte verbruiksrit is, als we echt op de liters diesel gaan letten, dan rijdt Niek. Maar vandaag rij ik, want dit is niet een echte verbruiksrit. We gaan echt een impressierit maken, een rijimpressie. Gewoon weer eens even kennis maken met de DAF XD en daar een mooi verslag van maken. Dus je rijdt maar gewoon mee. Een distributierit dus met deze XD en daar is die ook helemaal op gespecificeerd. We hebben een DAF XD 14FA. Dat, in DAF termen betekent dat dat we een distributieauto hebben met een 4x2 bakwagen. We zijn 10 meter lang, 18 ton zwaar en we hebben dus de MX-11 motor met 410 pk. Nou, dat moet voldoende zijn voor een mooie rit vandaag. Rotondes. Die hebben we veel op onze distributieroute. En nou, deze DAF XD is daar ook helemaal op ingericht op zicht. Daarom is die destijds ook verkozen tot International Truck of the Year. Uit heel veel zichtvoorzieningen. Natuurlijk de lage raamlijn daar achter het dashboard. Ik kan goed zien wat er voor de truck bevindt. Maar we hebben ook de corner view met het scherm standaard op de XD. En de curb view window, die zit er nu een beetje voor, maar anders kan ik prima door het raampje kijken en zien wat er zich naast de truck bevindt. Allemaal zaken die het zicht verbeteren. En echt op rotondes, en ook ik sloeg er net rechtsaf ergens, dan kon ik echt met die corner view op het scherm, kon ik echt zo'n beetje op het fietspad kijken. Zodat ik kon zien wat zich daar bevindt, of niet natuurlijk. Nou, super veilig en echt heel fijn idee voor de chauffeur. Zo, we hebben het stadsgedeelte achter ons gelaten. Kopje koffie gedronken en nu zitten we op de snelweg, momenteel op de A28 richting Zwolle. Ik heb even tijd genoeg om jullie even wat te vertellen over mijn werkplek. Allereerst heerlijk achter dit stuur met mooie nieuwe schermen, een digitaal instrumentarium hier met alle informatie die ik nodig kan hebben en met knopjes op het stuur kan ik er echt heel makkelijk doorheen scrollen. Zo zie ik bijvoorbeeld mijn prestaties. Ik zie dat ik redelijk goed met de voet heb geremd. Maar met de motorrem, de MX Engine Brake die hier zit, nou dat had ik nog wel wat beter kunnen doen. Dus verbeterpuntje Arjan. Je ziet hier ook het scherm hier naast me, waar momenteel via Apple CarPlay de telefoon van Niek op staat. Daar heb je ook alles bij de hand wat je nodig hebt. Ik kan ook naar Niek's muzieksmaak schakelen als ik dat zou willen. Of eventueel zijn vrienden bellen. Maar dat ga ik momenteel allemaal niet doen. Maar dit is echt een prima werkplek zo. Het cockpit staat heerlijk om me heen. Ik kan overal goed bij, alles goed bedienen. En ondertussen zijn we lekker op weg met 85 kilometer op de klok. Via de Adaptive Cruise Control en via PCC, de Predictive Cruise Control. Nou ja, ik hoef bijna niks te doen. Het stuur vast te houden en goed vooruit kijken. Op de snelweg heb ik ook even tijd genoeg om jullie even de cabine te laten zien. Het is een XD met een sleeper cap. Betekent eigenlijk qua lengte, je kan ver achterin kijken, dat deze cabine even lang is als die van een XF. En dat is toch wel een prestatie voor een distributietruck als deze. Je ziet, we hebben netjes een bed. We hebben ook een koelkast, gewoon een grote koelkast met voldoende ruimte. Zelfs voor 1,5 liter flessen, die kunnen daar gewoon in. En we hebben dan natuurlijk wel, en dat komt ook doordat de cabine van de XD wat lager is gezet, we hebben wel een lekkere motortunnel. Dus ja, gaan staan in deze cabine, dat kan je vergeten.
De nieuwe DAF Truck Range is modulair opgebouwd. Zo, de XF, de XG en ook deze XD delen heel veel componenten. En daardoor kun je ook de trucks zo opbouwen dat ze specifiek voor jouw taak helemaal goed zijn ingericht. Nou, dat is bij deze XD ook zo. Dat is een distributietruck met bandenmaat 3,1570 in dit geval. En dat betekent dat je twee treden krijgt. Opstaptreden, nou, dat is makkelijk natuurlijk hè, met distributie, want dan moet je vaak in en uit je auto. Een grotere bandenmaat kan dan ook natuurlijk, maar dan krijg je wel drie treden. Nou, het is net wat je wil. Ook bijvoorbeeld met de spiegels. DAF heeft u natuurlijk ook tegenwoordig camera's op de auto zitten. Maar deze heeft dus spiegels en nou ja, dat gaat eigenlijk ook. We hebben in de stad gereden. Dit ging ook prima qua zicht. De spiegels zijn zo opgezet dat je er ook mooi tussendoor kan kijken met de A-stijl en de spiegels. Nou ja, je ziet het ook. En ja, wat ook fijn is, is dat het vandaag mooi weer is. Dat is fijn om mee te rijden. Het waait wel een beetje, maar we hebben heel veel zonneschijn. Heel prettig. Vooral met deze gouden kleur op de XD. Ziet er altijd fantastisch uit in de zon. Het is eigenlijk, als je het goed beschouwt, de hele dag golden hour. Het laatste stukje over de snelweg terug naar Arnhem. Nou, we hebben een heerlijke rit gehad wel. Hele harde wind. Ik zit ook even te kijken naar ons verbruik. Nou, ik ben niet eens een professionele testchauffeur. Dat is hij, niet ik. Maar als ik naar ons verbruik kijk, denk ik, nou, zelfs met deze wind is dat nog best aardig. Dit is geen verbruikstest, nogmaals. Maar het is altijd leuk om een indicatie te hebben. Wat dat verbruik ongeveer is, ga je lezen in ttm.nl magazine. Dus ga die lezen. En voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken naar dit vlog. Geef een duimpje als je het leuk vond. Wil je meer vlogs zien, dan moet je je abonneren. Dat doe je door te klikken op subscribe. En dan zie ik je graag de volgende keer bij een volgende test, bij een volgende vlog, bij TTM TV. Doei!